doorheen kom. Nee, ik dacht voor Raymond wel handig. Nee, zal ik er even met gaan wandelen? Gewoon? Ja, mag. Geen plaatsje, maar een lijntje geeft. Ik ga het niet los, hoor. Dus sowieso. Ik had aan jou eigenlijk... En ze heeft scherpe tandjes, hè? Ja, want ja, ze is aan het wisselen. Dus ja, weet ik. Ik heb dat van ons hallo, echt, je lijkt wel een kat. Ze is lekker wild. Maar ze blaft gelukkig niet. Maar ze is heel relaxed. Nee, ze is gewoon te grommen. Kijk, hierin zitten brokjes en snoepjes. Oké. Dus ook als ze onderweg iets pakt, wat ze eigenlijk... Ja, om af te leiden, hè? Dan zeg je Teddy los. Ja, En dan moet je zo'n snoepje laten zien, dan laat ze los. Ja, geen probleem. Daarna gaat ze het wel alsnog weer pakken, dus dan moet je... Ja, nee, ik hou er in de gaten. Ik ga je op gaan stoppen. Ja, dat was het eigenlijk. Ja. Ik dacht dat ik dus eerder aan je moet geven. Nee, maar geen probleem. Ik zie, ze wil ook al lopen. Ja, ja. Tuurlijk. Het is een jonge dame, hè? Het is een jonge dame, dat weet je toch, lieve schat. Nee, ze houdt van spelen, ze gaan uitdagen. Precies. Nou, gelukkig wordt alles opgenomen, dus dat scheelt. En anders til je er gewoon op, hè? Ja, dus dan niet mee, want als... Jij dat we doen altijd met honden die luisteren. Stront eigenwijs. Maar dit zijn strontzakjes of zo, maar dat doe ik niet, hè? Ik ga nee, die mag je er ook, als je niet met een roze ding, kan je die eraf halen, hoor. Nee, dat maakt niet uit. Ze is natuurlijk helemaal Ibiza-stijl. Nee, natuurlijk. Oké. Oké, succes. Ja, dan loop je toch niet echt natuurlijk, mensen. Dank je. Oh, dit heeft ze gepakt, denk ik, of niet? Ah, maakt helemaal niet uit. Oh, dat is wel handig voor mij, anders knal ik mijn kopje weer neer. Zo. Doe het toch. Ja, ik doe het toch, waarschijnlijk. Oké. Ga rustig zitten. Ja, dus intro hebben we gehad, of hebben we geen intro gehad? Nee, we hebben niets gehad. Nee, niks. Nee, we hebben gewoon... Gewoon, we hebben wel even een afleveringetje. Welkom bij de Daily Business Boost Live Show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Hallo, hallo. Hij doet het. Hij doet het. Jazeker. Weet je wat ik me nou af zat te vragen? Nou? Of de luisteraars ook zo lekker mee aan het swingen zijn. Ik weet wel zeker. De volgende keer gaan we gewoon de video aanzetten, dames en heren. Dan zie je wat we uit het dak gaan bij de intro. Ja. En je moest dus weten wat voor de intro gebeurde, maar daar gaan we niet over hebben. Anyways, we hebben genoeg gepraat bij de vorige aflevering. Ja, dat is zo. Even gewoon een hoe noem je dat? Even de famous words. Wat is je verwachting voor de aankomende hoofdstuk, hoofdstuk 6? Want we hebben gezien, het gaat om Mary. Staat Mary op. Stond er Mary? Stond er Mary? Staat er Mary me? Nee, stond Mary. Zeker. Echt? Ja, natuurlijk staat er Mary. 1000%. Oh, ja. Oh, dat wordt heftig voor je. Want jij weet niks. Dat helemaal niks na de noppers over ik. Mary. Dat. Nou, wat heb ik nou net gezegd in de vorige aflevering? Dat het voor mij... Nou ja, mijn verwachting is dan... Ja. Maar ja, dat wordt wel een beetje een... Dat ja, is waar. Voor jou wordt het nu... Dan ga ik dus dingen zeggen... Dan denk ik dat we in dit hoofdstuk op de boot van Paasalt gaan komen, waar alle zusters samen zijn. Exact, dat is 11 juni, die dag, denk ik. Dat. Ja, nou, ik weet wel zeker. Dus, oké. Okay. Maar dan heb ik nog niet zo heel veel. Dat komt natuurlijk in elk boek. Wat is je verwachting? Wat is je verwachting dan? Ja, nou ja, kijk, mijn vroegere verwachting was dan ineens op die boot, leek me gewoon heel enig als dan Paasalt ineens zou verschijnen. En dat lijkt me een beetje te vroeg in dit boek. Dus ja, hij is pas hoofdstuk 6. Ja, dus het kan niet. Het kan niet wat ik dacht. Of het kan wel en de rest gaat hij uitleggen waarom. Ja, misschien gaat hij trouwens helemaal niet leven. Hè? Maar ja, het lijkt me gewoon zo enig. Als hij helemaal niet dood was en zou leven gewoon. Maar ja, dat kan niet nu al. Dus nu gaan ze gewoon een beetje kennis maken met elkaar. Want die andere, ja, die zussen moeten Mary leren kennen. De rest kent elkaar eigenlijk al. Oké. Okay. En Mary gaat vooral ook dus haar meer over zichzelf te weten komen. Want zij is het jongste kind. Ja, dat zou je denken. Dat zeggen ze toch? Zal ik nu eens wat zeggen? Is het niet zo? Zij is de oudste van allemaal. Echt waar? Ja. Ouder dan Maya zelfs? Ja, ze is de oudste. Fuck. Een stuk ouder. En zij is er zelf dus ook pas net achter gekomen dat zij geadopteerd is. Dus zij heeft een heel pakwerk van, hoe heet die advocaat ook weer? De advocaat George, van de familie, George, ja, van hem gekregen over haar.
Maar daar heeft ze volgens mij nog geen tijd voor gehad om te lezen. Nou, dus ik zeg hoogste tijd, lieve schat. Ja. Ik zie een kompas daar, ik zie Mary staan. Ja. Ik denk, mag ik het grote boek? Want dan kan ik mensen wijzen waar we zijn. Ja. Want zeg maar, het e-book heeft... Goed, zo echt waar. Dus dames en heren, als je weet hier. Wie nou... wacht even kijken dat het goed staat. Dus in ieder geval, ja. Ja? Ik ga niet zeggen hoe ze bezig is, maar ze is goed bezig. We gaan beginnen op... de hoofdstuk heet Mary... Onderweg van Dublin naar Nice, juni 2008. En we gaan op... Ja, dat zei ik. Vorige keer eindigt op pagina 6, nummer 69. Ja. Dus alle liefhebbers van het standje bij deze 6, 6, 9. Ja, come on. Dat is toch een inkoppertje. Sorry, ja, jongens. Dat is zo. Bij deze. In een normale pagina... Maar ik ben gewoon op... 156. Maar wel, 166 eigenlijk, hè? Want... Ja, daarom. Oh, weer 2 keer 6. Dat is wel, dat is geen toeval zijn. Als je hè, dus... vandaag nog een lot wil I'm kopen, your devil. En je moet 1 eindcijfer, precies. Zou ik 6 kiezen. I'm your master, you say what I want. Dat zeiden ze vroeger toch van die bandjes van Madonna, toch? Dat als je de achterste voren draaide, dat er zo'n satanische stem kwam. I'm your master, I'm Lucifer. Nou, bij deze, voor alle satanische complottheorieën, pagina 69, hoofdstuk 6. Bij deze mag ik het alle eer aan... onze overheerlijke Sita geven. Jullie weten nog steeds niet hoe ze eruit ziet. Nee. Ga je gang en heel veel plezier. Ik ga mijn best doen, hè? Zonder bril vandaag. Oh ja, dat moeten we ook erbij zeggen. Moet want ik het toch even bij zeggen. Speciale als ik bril, de draad kwijt ben, dan weten jullie hoe het is. Als de draad kwijt is, ligt het niet aan haar. Gaan we dichterbij. Het lag aan haar bril. Ja, oh, dit ziet er zo leuk uit. Eigenlijk moet ik dit gewoon filmen. Speciaal nee, voor mensen. Niet. Ik lijk echt zo'n oude dolle. Nou, daar gaat hij. Ja, dus stel jezelf voor. Hier zit gewoon een bloedmooie Elektra in haar bikini voor te lezen. Oké, hoofdstuk 6. Dit neigt naar hashtag MeToo. Sorry guys, ga je gang. Nee. MeToo'tjes zijn niet mogelijk bij mij. Heel goed. Dus hoofdstuk 6, pagina 69. Ga je gang, lieverd. Ja. Hoofdstuk 6. Mary. Ik sloeg het oude in leer gebonden dagboek dicht en staarde door het raampje van het vliegtuig. Mijn voornemen om te gaan slapen was totaal verdwenen na het lezen van de brief, waarin werd verwezen naar het boek op mijn schoot. Uit de brief van de man die beweerde mijn vader te zijn, sprak een diepe spijt. Ik kan niet onder woorden brengen hoeveel ik van je hou, al sinds ik wist dat je zou komen. Ook al kan ik je niet uitleggen hoe ver ik ben gegaan om jou en je moeder te vinden, nadat jullie me nog voor je geboorte zo wreed ontnomen werden. Na alle emoties van de afgelopen weken werd het me ineens te veel en ik voelde tranen opkomen. Het enige wat ik op dat moment wilde was omhelsd worden door Jock, mijn echtgenoot, die juist nu ik hem zo nodig had, van me was weggenomen. Was jij maar hier, zei ik. En ik depte mijn ogen met een van de zijden servetten uit het zijvak van de luxe leren stoelen. Jij zou deze 5-sterrenbehandeling geweldig hebben gevonden. Zeker weten. In zijn brief beloofde Atlas dat zijn dagboek het antwoord op alle vragen over mijn afkomst zou bevatten. Maar dat was zo'n uitgebreid verhaal. Ik had er een gedeelte van gelezen, maar begreep er nog helemaal niks van. En had geen flauw idee hoe ik in het verhaal paste. Wie mijn vader ook mocht zijn. Hij had duidelijk intens geleefd. Het begin van het dagboek was geschreven door een kind van 10. Maar daar klonk de stem van een rijp en wijs mens in door, alsof de jongen een oude ziel had. Ik schudde mijn hoofd in het besef dat het patroon van de afgelopen weken zich herhaalde. Elke keer dat ik dacht dicht bij de waarheid rondom mijn verleden te komen, doken er nieuwe mysteries op. Waarom deed de jongen alsof hij niet kon praten? Waarom vond hij dat hij zijn eigen naam niet kon onthullen? En hoe had het in hemelsnaam kunnen gebeuren dat hij alleen verweest ergens onder een heg in Parijs was aangetroffen? Dat dagboek had eigenlijk eerder moeten beginnen dan zou ik het grote verhaal beter begrijpen. Nou ja, dacht ik, het kon slechter terechtkomen bij de beroemde beeldhouwer van een van de 7 wereldwonderen.
Ja, er was een kleine stilte. Ik moest even naar de volgende bladzijde. Ik zuchtte. Ik vond het gelijk een beetje raar dat Atlas mij, de biologische dochter die hij nooit had ontmoet, eerder dan zijn geliefde adoptiedochters het verhaal van zijn leven wilde toevertrouwen. Zij waren immers de kinderen die hun pa Salt kenden en van hem hadden gehouden. Zij hadden er toch zeker recht op om als eerste zijn geheimen te weten te komen. Terwijl ik de vlinders in mijn buik tot bedaren probeerde te brengen, dacht ik na over mijn situatie. Hier zat ik, op weg naar een stel totaal onbekenden, met wie ik per superjacht op pelgrimtocht zou gaan om een krans uit te werpen voor een man met wie ik geen enkele band voelde. Ik had een korte ontmoeting met een paar van de zussen gehad, maar dat was niet genoeg om mijn zenuwen te kalmeren. Ik vroeg me af of die andere zussen wel wisten dat ik een bloedverwant van hun adoptievader was. Gevoegd bij het feit dat Atlas had besloten dat ik als eerste dat dagboek mocht lezen, zou dat bij de zussen tot jaloezie kunnen leiden. Ik troostte mezelf met de gedachte dat het juist de familie was geweest die mij had willen opsporen in plaats van andersom. Ze willen jou daar hebben, Mary, hield ik mezelf voor. Wat me natuurlijk vooral troostte, was de wetenschap dat ik op weg was naar mijn eigen kinderen, Jack en Mary Kate, die al aan boord van de Titan waren. Ik wist hoe enthousiast ze zouden zijn als ze hoorden dat ik mee zou gaan op de cruise. Als die zes zussen een stel halve garen bleken te zijn, had ik in elk geval mijn kroost bij me om me te troosten en te zorgen dat ik tijdens de tocht niet gek werd. Het scheen dat de cruise in totaal 6 dagen duurde. 3 dagen varen van Nice naar Delos. Wat ze? Grieks. Tzatziki, Delos. Delos. 3 dagen varen van Nice naar Delos, waar we de krans zouden leggen, en 3 dagen voor de terugreis. En als het me allemaal te veel werd, kon ik het schip verlaten bij het nagelegen eiland Mykonos. Dat kon bogen op een internationale luchthaven. Er werd op de paneeldeuren geklopt, die aan weerskanten van de cabine waren dichtgeschoven. Ja, Omar. Want dat is meteen een hoogtepunt. Want we zijn 12 minuten verder. Echt? Ben ik al zo... Je bent echt heel goed bezig. Dus je bent echt heel goed bezig. Dus ik denk, voordat de inleiding afloopt, want volgens mij komen nu de... Zoals in de quotes. Hoe voelt dat? Nou, voelt het natuurlijk. Je zit er meteen in, hè? Fantastisch. Je zit er meteen in. Ja. En wat ik eigenlijk een beetje gemist had, ik heb er denk overheen geluisterd of gelezen, geluisterd, want ik luister eigenlijk altijd, dat dus die Mary wel een bloedverwant is. Dat zegt ze net. Maar misschien heeft ze dat helemaal niet gezegd toen. Of misschien denkt ze dat. Maar ik had het even gemist. Maar dat zou dan de enige wel echt bloedverwant zijn. Ja. Misschien heeft ze dat gewoon in het hele boek niet gezegd. Hè? Misschien zijn het ook niet informatie die gewoon komt. Want je ziet in haar gedachten. Dit is wat ze denkt. Ja, dit is wat ze denkt. Ja, zullen we snel verder gaan? Zullen we de auto erin knallen? Dus wat denk je dat die hoofdstuk nog meer gaat onthullen? Want zij is onderweg. Ja. En we weten nu dat ze 2 kinderen heeft. Dus ze is ook de enige. Maar, dat weet jij nu, maar dat wisten wij al. Alright, nou ja, weet je. Ze is dus de enige ook met kinderen. Ik durf niks te zeggen van ja, wat ik al zeggen, weet. Ja, gewoon zeggen, maakt niet uit. Nee, nu kan ik het wel zeggen, want nu heb je het toch al gehoord. Daarom. Dus... En ik wist ook al dat zij al op de boot waren. Nou, mooi. Mooi, dat had ik me ook kunnen voorstellen. Want Maar een deel van mijn voorspelling is dus wel uitgekomen dat ze dus zich wil inlezen. Maar het is wel dus al een beetje veel. Ja, het is gewoon een dagboek van hem. Is hij aan het lezen. Dus eigenlijk hebben wij in eerst 5 hoofdstukken... gelezen, meegelezen met haar in een dagboek van Atlas. Kwartje, dat viel. Ja, nou ja, weet je. Dus let's see wat er met George gaat gebeuren. Let's see wat er met de mensen gaat gebeuren. We gaan de auto erin knallen. Gouden auto erin knallen. Heb je al een gouden uitsmijter aan het eind? Jeetje, de gouden uitsmijter. Het is nooit te laat om jezelf beter te leren kennen. Zoals Mary natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live.
Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot zo, dames en heren.